Goedemorgen Kees. Goedemorgen. Wij hebben elkaar nog niet eerder ontmoet. Nee, dat klopt. Jij bent er een van Nieuwland, hè? Ik kom uit Nieuwland. Ik ben echt een Nieuwlander. Nou, een echte niet. Ik ben eigenlijk een Middelburger. Oh ja? Ja, maar geïmporteerd door Nieuwland. Maar Kees, vertel eens, want we zijn hier in de Herenstraat, nummer 6, als ik me niet vergis. En dit was een schoenenwinkel. En jij gaat hier een expositie doen in jukeboxen en ik zie ook gokkasten. Aanverwante artikelen, maar een beetje uit die jaren. Hè. Maar vertel eens, wie ben jij en wat ga je hier doen de komende maanden? Ja, ik ben Kees Vermeulen. Ik verzamel jukeboxen in de jaren. Ik doe het al een jaar of 35, 40. Oh ja? En ik heb er best wel ervaring mee. Geen probleem. Ik restaureer ze nog steeds, alleen... nieuw, of tenminste gerestaureerde of ongerestaureerde U-boxen zal ik niet meer kopen. Ik doe alleen mijn voorraad, ongerestaureerde die ik doe nog. Ja, precies. Goed maken. Maar nu kijk ik hier rond, hè, want er staan er hier echt behoorlijk wat. Hoeveel exploderen? Ik heb er in standen hier 7, plus een U-box die... die onderhanden is. Maar dat ga je hier ook doen. Je gaat hier ook een beetje zitten klussen als je hier toch bent. Ja, het is de bedoeling dat als het wat rustig is, ik verwacht het niet, maar als het wat rustig is, dat ik dan nog wat aan deze U-box ga doen. Maar je gaat vanmiddag open en de officiële opening is dat Kees van Haren weer terug is in Nederland. Dat is ergens rond 20 november, 18 november. Het is 23 november, zoals het er nu uitziet, is 23 november de officiële opening. Maar mensen kunnen vanaf vandaag kunnen ze al hier komen kijken? Of, hoe zit het? Ja, klopt. Ze kunnen vanaf vandaag kunnen ze komen kijken, maar ze kunnen niet te veel aan me vragen. Maar dan word ik te veel afgeleid omdat ik nog veel dingen aan die U-boxen moet doen. Ja, want je bent gewoon bezig. Maar nou even heel kort, hè, want we gaan ze natuurlijk niet allemaal helemaal uitlichten. Maar ik zie echt heel veel verschillen. Kijk, want dit is er een met een liggende plaats spelen. En ik zag daar bijvoorbeeld... Ja, verticaal. Hè? Verticaal spelen. Het is om eerlijk te zijn, het is van voor mijn tijd. Hè. Heel vroeger toen ik nog jong was, dan zag je ze nog wel eens staan ergens. Maar dat is eigenlijk... Ik vind die linker vind ik echt heel mooi. Dat is een... Kan je daar wat over vertellen? Wat is deze? Ja, dat is een Rockola 1455. Die is uit 1957, staat hier ook op. In de verlichting is die ook prachtig. Hij staat nu nog niet in de verlichting, maar als hij in de verlichting is, dan is het echt een eye-catcher. Maar waar heb jij die nou bijvoorbeeld dan? Kijk, want dat ken ik wel, hè, de Wuurlitzer actie, dat is een bekende naam. Maar waar heb jij dat nou op de kop getikt en hoe werkt dat dan? Ik ben op een gegeven moment ben ik naar Amerika gegaan. Ja? En ik heb een zootje van die dingen ingekocht. En dat zeggen van, ging je naar was dat een groothandel of ga je dan naar oude motorcafés of zo? Ja, naar beurzen ook, hè, naar Vlaanderen en zo, daar ben ik dan geweest. En dan heb ik die dingen samen met een autohandelaar. Dan hebben we dan een container vol met U-boxen en auto's. Maar je beperkt je dus niet alleen tot jukebox, want ik zie hier ook, wat hebben we hier? Wat is dat is echt mijn, die zijn mijn bromfiets, die met mijn 16e jaar heb ik die toen gekocht. Echt waar? Samen met mijn vader. Wat is het, een floret? Een krijtler, floret, ja. Een krijtler? Ja, daar heb ik maar 2 jaar op gereden. En toen kreeg je een auto. Toen in de tijd hoorde je erbij, als je een auto had, eerst een krijtler met een vetkuif en later een auto. En die belandde in de schuur. Hij is alsof hij gisteren uit de fabriek is gekomen. Ja, hij blinkt en hij... Hij heeft jaren in de schuur gestaan, was hij helemaal weggeroest. Oh ja? De wielen waren helemaal weg. Het roesten kwam er aan alle kanten doorheen. En ik heb het op een gegeven moment laten stralen. En dus ook al 25 jaar geleden ook, trouwens. Maar hoe lang ben je dan bezig met zo'n project om zoiets te renoveren? Hier ben ik wel 2 jaar mee bezig geweest. En dan moet je niet denken dat ik de hele dagen mee bezig ben. Gewoon in toen die tijd natuurlijk. Je hebt kinderen, je moet er ook aandacht aan besteden. Maar ik ben er wel 2 jaar aan bezig geweest. Ik heb er ook alles zelf aan gedaan, behalve... En opnieuw vergelden, dat heb ik laten doen. Maar, nou is dan ook altijd de vraag, als jij hem nu aantrapt, dan doet hij het gewoon. Hij rijdt gewoon nog als een zonnetje. Ja, als ik hem alleen, het is wel zo, ik heb de olie eruit gehaald. Ja. Dat is een beetje olie. Nee. Precies, dat dus soort dingen. Dus ik ga hem niet starten, anders zou hij zo starten. Maar hij zegt schitterend. En waar ik ook heel veel belangstelling voor heb, en dat zit dan aan deze kant. Kijk, hier ben je nog bezig, maar je hebt ook 2 gokkasten hier staan. Ja, klopt. En kijk, met name deze, denk ik, vanuit wat voor tijd is dit dan? Ja, want je, als je hier 3 bellen hebt, dan heb je 10 punten. Nou, dat was dan waarschijnlijk in de gulden tijd. Ja, of? Dit is eigenlijk, deze komt eigenlijk uit Engeland. Oh ja. Maar het is geïmporteerd uit Amerika. Maar uit wat voor jaar is dit? Er zat een muntproef in, en dat kan je hier ook zien. Er zat New Pence in One Play, New Pence. Dus dat is
een ja, Engelsman, zeg maar. En ja, die heb ik toen de tijd een keer gekocht. Niet echt om te restaureren, maar gewoon in mijn woonkamer te zetten. Omdat ik hem ontzettend leuk vind. Ik heb wat dat betreft ook wel iets, net als jij met gokkasten. Dus hij heeft heel de tijd bij mij in de woonkamer staan. Tot op een gegeven moment ook in de opslag belanden. En daar heeft hij ook heel jaren gestaan. Ja, want eigenlijk, weet je, want dit is nou een tijdelijk museum, maar eigenlijk verdient het gewoon over sowieso een standaard expositie, toch? Eigenlijk wel. Want dit eigenlijk ook, wel. Dit heb ik ook nog nooit gezien. De Spider-Man heet hij. Ja, dat is een Japanner. Een Japanse kastje? Ja, dat is een Japanner. En wat voor jaar is deze, weet je dat? Ja, het is een vrij nieuwe, maar die is helemaal computer gestuurd. Oké, okay, dus dat is echt van na 1990? Klopt. Hij komt uit een casino in Japan. En werkt op token, hè. Dat is niet echt geld. Gewoon die, ja, echt kermis kan, die kan laten zien. Maar in Japan, toen de tijd, ik weet niet of het nog zo is, was het verboden om geld eruit te trekken. Hè? Ja, dus, dan doen ze het zo. Ja, ja. Hey, ik vind het er allemaal prachtig uitzien, Kees. Ik ga hem even voor je laten draaien. Ja, doe maar eens even. Misschien staat hij op geven. Kijk, hup, daar gaat hij. De Spider-Man, dat is ook een bekende move. Ja, inderdaad. En nou, dan kan hem laten draaien tot zijn ritmes. Oh, je moet hem zelf stoppen. Huppakee, en dan maar hopen. Ja, dat kijk, daar gaat hij. Ja, de klapper. Oh nee. Jammer. Hey, maar Kees, leuk om een kennis te maken, maar van hoe laat tot hoe laat ben je open? Hoeveel dagen in de week? Ik ben 5 dagen in de week open. Oké, okay, dus maandag tot de maandag? Maandag niet. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Check. En van 10 tot 5 uur? Nou, van 12 tot een uur. Precies, maar je bent natuurlijk ook weer niet gewoon een winkel. Hè? Zo is dat. Hey, dankjewel. Alsjeblieft.